bounds. En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Journal 2015. Mijn naam is Michael en we gaan vandaag dus weer gewoon even lekker farming opnemen. Zoals je kan zien, deze zat vol. Dat was vorige aflevering ook al zo. Dus gaan we nu even legen. En dan, dan is die weer leeg. Kan die weer een stukje verder gaan dorsen. En dan kunnen we... Normaal is dit dus niet helemaal voor gemaakt. Zoals ik het nu doe. Kom op. Kom op. Ja. Ja. Ja hoor. Duurt lang. Maar zitten nu 83% vol. Dan moeten we eigenlijk even wachten tot er met die... dat er met het weer gegroeid is. De silage. Of de kosten weer omhoog zijn. Zodat je meer krijgt. En dat kan je zien bij I. En dan even kijken hier. Wat is lime? Ik weet niet wat lime is. Wat is lime? Lime. Maar in ieder geval, kijk, het tarwe gaat nu omlaag. Dus dat betekent dat het heel erg slecht gaat. Dus dat is een beetje waar je op moet letten. Hij is nog niet helemaal leeg. Nu is hij helemaal leeg. Als eerste ga ik even snel... Ja, highworker uit. Goed zo. Want als jij gaat highworkeren, dan werkt het niet helemaal meer, zeg maar. Niet zoals het moet. In ieder geval, de discussie die ik vorige week had, die heb ik... Ik neem nu meteen de video op, sinds dat die online is. Dus het is nu weer 2 dagen van tevoren. Dat vind ik even wat chiller, stel dat het een dagje wat zo slecht met me gaat, dat ik geen zin heb om op te nemen. Dan, het hoeft sowieso niet, maar dan maakt het niet uit, want dan blijven de video's gewoon online komen. Maar we hadden het gras al gedroogd, hè? Ja. Maar dat, even erbuiten. Ik heb nog maar 2 reacties op gehad. Eentje die wou met mij een keer opnemen, wou een keer meedoen, dat kan. Stel dat je ook maar mee wilt doen, dan kan dat in een livestream, dus check gewoon mijn Twitter. En dan komt dat vanzelf een keertje naar voren. Wow, leg het nou maar even. Oh, de tijd staat nog heel snel. Ik dacht al, het gras groeit in 1 keer weer. Missie mag weer uit, want dat wil ik helemaal niet. Plantengroei mag wel op snel, maar de tijdschaal die gaat dan ietsje terug. Zo, en dan klap hem even uit. Het ziet er nou ineens heel raar uit. Maar ja, dat zou ik wel weer vinden. Ik vind het leuk om de discussie een keertje voor te lezen. Dan zien jullie hoe erg, het best wel faalt, om het zo maar te zeggen. Dan ga ik even naar de video toe waarin het allemaal wordt gezegd. En dat is mijn kanaal. En even kijken. Voor mij was het multiplayer. Ik weet niet zeker. Ja. Frank Evers. Frank Evers, dat is degene die ik er even mee wil benaderen. Nice beschrijving ook echt niet van Ayori afgepakt ofzo. Nou, ik heb gezegd, dat had ik wel, maar dat heb ik al niet meer. Klopt, dat heb ik ook niet. Kom op man, nog ontkennen ook, er is geen woord anders. Alleen de games zijn verschillend, een beetje toevallig hè. Kijk eens goed, zei ik. Kijk eens goed, het is gewoon anders hoor, zeg maar wat er hetzelfde is. Zoals ik zei, de games zijn anders. Zijn anders. Ja. Oké, deze is precies hetzelfde, dat is niet waar. Alleen de kanaalnaam verandert. Ga verder niet in discussie, ik heb Jordi al getweet. Is goed, je weet dat het er niet eens in staat. Veel plezier met tweeten. Hij zegt, dat zei ik, hij zegt, wauw, je hebt hem veranderd, stoer man. Maar jammer voor jou, ik heb een screenshot gemaakt van de oude beschrijving. Ik tweet het,
Jordi namelijk al 4 dagen geleden voordat ik het zei. Vind ik heel leuk, want het is al 4 dagen geleden. En de video staat nog maar net 2 dagen of 1 dag eigenlijk online. Eigenlijk 2 dagen online. En dan kan dat niet 4 dagen geleden zijn. Dus, maar oké, en toen zei ik, stuur mij die linkjes van die tweet. Want daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Daarnaast had ik er nog eentje van Alicia der F. Jullie hebben de beschrijving gehad van Ayori zelfs de intro. En toen zei ik, kijk eens goed, het is niet, of niet intro, maar info. En hij zei, toen zei ik, kijk eens goed, er is je weer hetzelfde. Dus, ja. Wat jullie doen, ik vind het een beetje jammer dat, dat jullie daarover doorgaan. Maar, zoals ik zeg, het zal nu niet meer gebeuren, want het komt niet meer online. Of tenminste, de jongens die zijn zeg maar weg die het hebben gezegd. Dus ik ben nu gewoon weer blij. Ik ga gewoon weer lekker verder met YouTube. Ik vond het jammer, want het was even een tegenslagje van dat denk ik van, nou, waarom moet het nou? En nu ben ik gewoon weer bovenop. En ik zie dat we gewoon abonnees blijven groeien. Dus betekent dat ik het nog steeds goed doe. Want we hebben namelijk nu bijna de 700 abonnees. Dus, nou ja, we hebben nu de... zal ik even kijken? Ik wist het net nog. Niet meer. Voor mij hebben we de 560. Of ik moet het verkeerd hebben. Nee, de 660. Holy shit. Dus, ja, waarschijnlijk volgende week hebben we inmiddels al wel weer de ja, heel veel abonnees bereikt. De 700. En geloof me jongens, bij de 1000 abonnees komt er iets fucking vets online. Ik had een leuke idee. Ik had een leuk idee in gedachten. Alleen dat vind ik nog een beetje te moeilijk om nu al te doen. Dus ja, ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Maar in ieder geval, het kan ik jullie vast vertellen. Het wordt fucking vet. Wat denken jullie anders? Denken jullie echt dat ik jullie allemaal met stomme challenges of stomme dingen achterlaat? Challenges zullen het, ja, kan het worden. Kan. Maar eigenlijk heb ik daar officieel een ander kanaal voor. En dat is opdracht gekken. We kunnen het kanaal nog niet vinden. Ja, alleen bij mij, andere kanalen waar ik upload. Daar komen gewoon opdrachten op die jullie kunnen zeggen. Maar dat ga ik nog niet doen. Want ja, dat ga ik pas van de zomer starten. Maar ik dacht, ik heb het kanaal maar vast gemaakt. Zodat het in ieder geval voor mij is dat ik dat geclaimd heb. En daarnaast nog iets vets. Ik was laatst bij een livestream. Dat was, ja, wanneer was dat? Dat is al best een tijdje geleden eerder gezegd. Maar dat was van de iMine server. Wat natuurlijk, ja, ik volg iMine. Ik vind dat echt gewoon een leuke serie. Daar haal ik ook mijn inspiratie vandaan om dingen te doen. Maar, dus vonden ze het wel vet dat ik het kanaal Gamer met Gevoel had geclaimd. En, ja, het is niet een erg kanaalnaam. Je hebt natuurlijk ook hele andere kanaalnamen, zoals, Oh. Dat was een gaaprobleem, hoor. Maar zoals kanaalnamen van, gamen met Rick of gamen met. Dat zijn gewoon hun eigen namen. Ik zeg niet dat het erg is, maar ik vind het minder leuk dan dat je een hoe moet ik dat zeggen? Het is niet echt origineel meer. Gamen met je naam. En eigenlijk vind ik dat gamen met gevoel ook niet echt origineel is, want het is gamen met, terwijl ik niet alleen maar games doe. Dus dat is best wel een probleem. Meestal doe ik wel games. Maar ja, niet iedereen hoeft games te doen op een gamekanaal. Eigenlijk wel, maar ook weer niet. Ja, waar ga ik het nog meer over hebben? Ik ben echt zo dom. Mijn met gevoel, seizoen 3 is gestopt. Er komt nu seizoen 4, die ga ik het weekend opnemen. Daar heb ik ook vreselijk veel zin in. Op een zondag, precies te zijn. 1 februari is dat. En dan ga ik lekker een nieuwe MMG opnemen. Daar heb ik echt heel veel zin in. En dat doe ik samen met Timo, met René, met Rick, met nog heel veel meer. Pieter en dat soort dingen. Die mensen allemaal. En ik ga geen invites meer weggeven. Ja, ik ga het wel doen, maar dan moet je mij gewoon een mail sturen met echt... Een beetje je moet tenminste een YouTuber zijn met minstens 200 abonnees. Ik weet niet of vorige keer niet zijn van 200, maar ongeveer of van 100, maar in ieder geval rond de 200 abonnees. Zodra je dat hebt gedaan, wil ik even graag.
En zodra je dat hebt gehaald, dan moet je maar gewoon een bericht sturen met de motivatie waarom je erin zou moeten en willen. Hoe hoger je abonnees, of eigenlijk hoe hoger je abonnees boven mij uit, hoe sneller jij geaccepteerd zou worden. En dat klinkt een beetje stom, maar ja, dat is het ook. Nee, maar dat is gewoon voor mij wat makkelijker. Dus zet er gewoon een linkje van je kanaal erbij en dan heb je, ja, grote kans. En het lijkt me gewoon fucking vet om met andere mensen te samenwerken, want het is eigenlijk een beetje een... Oh, lol. Oh, dan kan je zien hoeveel balen je hebt geperst of zo. Dat is ook een mod die ik heb, maar ik snap hem niet echt helemaal. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik een ander, de vierkante balenpers iets chiller vind en iets mooier. Maar ja, we gaan nu lekker gras. Dat is ook leuk. En zo. Dus zodra we de gras hebben gedaan, dan kunnen we het droppen. Zo, daar hebben we een grasbal. Hartstikke leuk. Dat is de eerste grasbal die we op de wereld hebben gebracht. Die we op de wereld hebben gebracht is de eerste grasbal van vandaag. En dan hebben we dit weilandje ook alweer bijna af. Zodra ik dit weilandje af heb. Trouwens, jullie kunnen nu ook de in-game tijd zien. Dus zeg maar, onder de echte game tijd staat ook een andere tijd. En dat is 19:04, oftewel 4 over 7. Net als Far Cry online gekomen als het goed is. Volgens mij wel. En dat vind ik best wel een chille mod. Dan hoef je niet... Sommige mensen spelen namelijk farming fullscreen. Dat doe ik zelf niet. Maar stel dat je fullscreen speelt, dan kan je gewoon kijken hoe laat het is. En dat is wel chill. Daarom heb ik die mod. Stel dat je de mods wilt, check dan even mijn website. Staat in mijn beschrijving. Mijn beschrijving. En dan kan je lekker kijken naar de mods die ik heb. Er staat een kleine instructie hoe je het moet installeren. Dus ja, daar wens ik je ook veel plezier mee. Het via Mega is het. De link die klopt nu wel. Die klopt eerst niet. Dus dan kun je lekker chill mijn mods downloaden. Waardoor je ook mee kan doen in een livestream. Want als jij die mods niet hebt, kan je ook niet meedoen in mijn livestream helaas. Omdat in mijn livestream gebruik ik waarschijnlijk ook de mods. Ik weet het nog niet zeker. Maar die kans is groot. De mods die ik hierin gebruik, gebruik ik in mijn livestream dan ook, omdat ik waarschijnlijk sommige dingen zoals cyclusjes, zoals dat, in mijn livestream ga doen. Of geld verdienen weer, wat ik de vorige keer ook heb gedaan in een livestream. Mensen vonden het niet al te leuk, maar ja, het moet wel gebeuren, want wanneer gebeurt het anders? Trouwens, de lampen heb ik niet aan, omdat ik lampen irritant vind. Het veroorzaakt heel veel lag. Dus dat is de reden waarom ik geen lamp aan heb. Leuk, hè? Zo, baaltjes eruit. En dan ga ik straks, heb ik chill dat ik maar 1 SO heb. Ik weet niet of jullie trouwens de nieuwe vlog hebben gezien van zondag. Eigenlijk is die niet echt nieuw meer, maar van vorige week zondag. Waarin ik mijn huiswerk laat zien voor de toetsen, zeg maar. Voor de tussenhaakjes toetsweek. Want het is niet echt een officiële toetsweek. Maar we hadden vorige week een projectweek en daarom heb ik nu een toetsweek. Omdat ik ja die toetsen voor de nieuwe periode nog moet maken. Dus daar hebben we nu echt elke dag een toets. En de eerste 2 dagen hadden we zelfs nog een SO erbij. En morgen heb ik chill alleen maar wiskunde. En daar hoef je eigenlijk niet echt voor te leren. Het zijn niet echt de moeilijkste dingen die je hebt. Alsjeblieft niet piepen, dankjewel. Dat vind ik echt zo irritant. Maar je ziet dus hoeveel balen je hebt geperst. En eigenlijk niet zo'n hele speciale mod. Niet zo heel speciaal, maar ja. Oh, deze duurt echt lang. Ik denk dat ik geen eens een baal meer uit krijg. Alsjeblieft. Gun het me. God. Pillekes. Ik weet dat er nog ergens een stukje stro lag. Hier. Kom op, dat laatste stukje stro. Ja. Oké. Nog niet. Jammer. We moeten nog heel weinig. Maar het moet te halen zijn. Dat gaan we zo doen. Als het goed is, hier ligt nog een stukje.
Ja, kom op. Alsjeblieft, laat er een stukje leggen nog. Kom op, please. Ik hoor van dat irritante piepje af. Hier. Deze. Ah, dat is lang niet genoeg. Nou. Piepje gaat er, daar ga ik dus niet van afkomen. Maar we hebben wel weer het een en ander qua balen opgehaald. En dat andere ding zit vol, ik weet het. Maar ik heb er gewoon echt geen zin in om dat ding op te halen of te leeg te halen. Nou, dan pakken we de ronde balenkar weer. Hoppatee. Trouwens, ga ik even kijken hoor. Als ik nou naar mijn garage ga en ik zoek mijn balenpers op. Hoeveel kost die? 29 krijgen voor als ik hem zou verkopen. 2900. Stel dat ik een zo eentje wil. Oh, maar die kost ook veel duurder. Oh, ik wist, dacht dat die goedkoper was. Dat was farming. Vorige farming was dat wel zo. Nu niet meer. Nou, dat vind ik ook oplichten. Nou ja. Oké. Ook al moet ik zeggen dat die andere balen wel inderdaad een stuk groter zijn. Nou, dat is chill. Dan hebben we nu alle grasbalen opgehaald als het goed is. Of we moeten ergens anders nog eentje leggen. Maar voor mij hebben we maar zo weinig baaltjes eruit gekregen. Maar het is genoeg. Het zijn er 4. Dan moet je niet vergeten, de goede knop. Zo. En dan gaan we nog even die legen. Nee, niet die. Nee, die. Ja, deze. Dan gaan we deze nog even legen. Het schiet echt niet op hoor, dit ding. Dat gaat echt nog heel lang duren. Kijk, deze trekker kan het nog met het licht. Maar die andere op een of andere manier, rare manier, vage manier, kan dat niet. Maar het schiet echt niet op dit ding. Maar voor 2 jaar ben ik nog niet klaar. Even achteruit kijk een lampje aan. Hop. Die hitbox moet ze iets groter maken, Farming Simulator. Dat zou mij wel iets helpen, zeg maar. We zitten bijna vol, jongens. 8. Oh. 100%. Doei, meneer. Ik ga lekker legen, doei. Ga jij maar lekker verder met oogsten. Je kan weer eventjes. Nu wel even voorliggen hier, dat is genoeg. Ik hoop dat we bergje opkomen. Kom op, trekker, je kan dat. Oh, maar ik weet trouwens niet of de tarwe is omhoog. Nee. Dus op zich hebben we er niet zoveel aan, maar... Ah joh. Ik ga niet het woord zeggen, maar ik wou wel een woord zeggen. Ik ga het niet doen, want ik vind het zo'n rot woord. Zo! Dikke 9 kilometer per uur een berg omhoog. Kan dit niet sneller? Ja, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oké, leuk. Nou, laten we het er gewoon ingooien. Maakt me op zich niet zoveel uit. Ik weet het niet of we wat geld bij krijgen. En dat is geloof ik best wel heel wat geld. En dat is nooit verkeerd om extra geld te krijgen. Omdat we dan natuurlijk weer nieuwe dingen kunnen kopen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet dus niet een groen duimpje omhoog te doen. Even te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan check je jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer. En later. Bounce.